één papier schuim. Yes! 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 Hallo? Hey, Albert. Ik kom voor Robin vandaag. Hey. Kom je ook een potje meedoen? Steen, papier, schaar, estafette? Oké. Okay. Steen, papier, schaar kan ik, maar de regels... Komt goed. Oké, okay, welk team hoor ik? Bij de leraren. Bij de leraren. Okay. Dit is Top Docs net even anders. Ja! Met Robin. Daar gaat ze. Steen, papier, schaar. Oh. Yes, ik win. Dat betekent dat ik door mag, toch? Ja. Leuk je te ontmoeten. Dank u wel. Ja, jou ook. Yes. Ik mag alweer door. Boom. Oké. Ben je daar alweer? Ja. Oké. Komt-ie. Steven, nee. Dit gaat hartstikke goed. Wat leuk je te ontmoeten. En dit zijn dus je klasgenoten, de schoolgenoten. Ja, dit. Leraren. En wat me gelijk hartstikke opvalt, is dat jij dat ding hebt hier. Wat is dat, joh? Dat is een canule. Daardoor adem ik. Daardoor adem jij. Dus je ademt niet door je mond of je neus? Nee. Maar gelijk hier zo, hup, ja. Je luchtpijp in en dat gaat naar je longen. Ja, het gaat door mijn luchtpijp, ja. Ik zie ook dat je van die apparaatjes hierop hebt, op je hoofd. Wat is dat? Dat kan ik gewoon praten. Ik ben doof geboren. En ja, hierdoor hoor ik dus. Hé, en is het een naam, jouw ziekte? Ja, het syndroom van Pfeiffer. Het syndroom van Pfeiffer. Ja. Dat klinkt heel interessant. Ja, heel veel mensen denken dat ik dan moe ben. Ja, want iedereen kent natuurlijk de ziekte van Pfeiffer. Ja. Maar dat je gaat zoenen en dat je dan ziek wordt en heel moe wordt en boos. Ja, maar het is tegenovergesteld, want ik ben echt niet moe. Nee, dat zie ik aan je. Ik ben heel erg druk. Ja. Dit kan echt niet. Het Pfeiffer-syndroom heeft alles te maken met een zacht plekje waar je op een babyhoofdje vooral niet aan moet komen. De fontanel. Dat is deze ruimte. Een baby wordt namelijk geboren met losse schedeldelen. Die groeien dan later aan elkaar. Maar bij Robin zijn deze delen al te vroeg aan elkaar gaan groeien. Toen ze nog in de buik van haar moeder zat. Normaal duurt dat een jaar of anderhalf. Die tijd is nodig omdat je hersenen nog ontwikkelen na je geboorte. Zo blijft alles keurig op zijn plek in je hoofd. Niet alleen je hersenen, ook je ogen, gehoorgang, luchtpijp. Omdat de hersenen van Robin lager in haar hoofd zitten, is er niet zoveel ruimte voor al het andere in haar hoofd. Daarom puilen de ogen van Robin een beetje uit. En kan ze niet zo goed horen. Ook is haar luchtpijp dichtgedrukt. Ademen kan zij dus niet zomaar zelf. Wat natuurlijk meteen opvalt is dat je van die bijzondere ogen hebt. Ja. Kun je je bril eens afzetten, dat we het even goed kunnen bekijken? Ja, dat er ook een dingetje. Ik kan mijn armen niet bij me trekken. Nou, we hadden het over je ogen, wacht even. Ik kan niet bij mijn gezicht. Oh, je kunt niet bij je gezicht? Daarom begin je over je armen. Ja. Oh. Waar ben je, Ingrid? Hier. Oh, ik zag het niet. Nee. Oh, dus jij moet de bril afdoen? Ja. Oké, okay, en nou zien we inderdaad dat jouw ogen dus een beetje uitpuilen, hè? Ja, ik noem het ook kikkerogen. Maar het lijkt erop dat je hersenen nu wel genoeg ruimte hebben. Ja, ik heb een hele operatie gehad toen ik 4 maanden was. Toen je een kleine baby was al? Ja. En is Ingrid jouw assistent die altijd met je meegaat of zo? Nee, stond er ook al daar te kijken? Kijk me, verpleegkundige. Want ik heb 24 uur even verpleeg nodig. Wat? Je hebt gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week, een verpleegkundige nodig. Ja. Waarom dan? Als mijn canule eruit gaat, dan kan ik stikken. Wat bedoel je? Dat als dat buisje eruit vliegt? Ja, dit is mijn canule. Dan kun jij stikken? Ja. En dat vind je niet eng? Nee, eigenlijk niet. Ik ben het al gewend, want ja, ik heb het al in mijn geboorte. Hé, ik laat mijn nieuwsgierigheid de vrije lopen en ik zit al veel te lang met jou te kletsen, maar we moeten in de actie komen, want we zijn aan het gymmen. Ja! Toch? Kom op. Ja, beetje actie in de taxi, let's go. Ik wil je inmaken! Ik jou ook. Oh. De bedoeling is dat jullie zo rond gaan rijden en je gaat proberen met de wielen van je racerunner op je stoel elkaar staart af te pakken. 3, 2, 1, go! Iedereen tegen iedereen! Je bent nu je staart op kwijt, man. Ja, oh! Ja, yeah, mooi! Oh, ze heeft gewoon mijn staart. Ja. Oh, shit. Wel, je moet... Ja, goed zo. Guus is de winnaar. Ja! Oké, 1, 2, 3. Robin kan wel lopen, maar niet heel ver.
Daarom heeft ze een loopfiets of zit ze in een rolstoel. Een speciale taxi brengt haar iedere dag naar school en weer thuis. Oké, hoe is de sfeer in de bus? Helemaal top. Helemaal top. Is Ingrid er? Ja. Ja. Dan kunnen we gaan. Oké. Hey, en dit is dus dagelijkse kost voor jou? Ja, elke dag ga ik de hele terug naar school. En wat me gelijk ontzettend opvalt, is dat je dus van alles mee hebt, hè? Hieronder hangt een zuurstoffles, zie ik. En je hebt gewoon niet één, maar drie rugtassen mee. Vertel eens, wat is dat allemaal? De ene rugzak waar mijn eten in zit. Andere gymkleding. Ja. En mijn blauwe, daar zit echt medicapparatuur ook wel in. Daar zit eigenlijk noodspullen in alleen. Daar zit een... Dus noodapparaten, medische noodmiddelen. Maar vind je het ook niet eens een keer heel erg balen dat je zoveel spullen nodig hebt? En zelfs iemand die altijd bij je is? Ja, het is wel niet dan. Want je kan niet, zeg maar, naar vrienden zonder zoveel medische apparatuur te hebben. Ja, dus een keer een feestje, dan moet je heel je spullen weer meenemen. Ja, en je moet altijd checken of je niet iets bent vergeten. Oh ja. Maar kun jij bijvoorbeeld alleen naar de wc? Ja, maar dat is wel heel merig wat ik nu ga vertellen. Want wat dan? Ik heb gevoel, ja? Ik kan niet bij mijn kont. Oh, dus jee. Dan heet de verpleegkundige. Ja. Dan zeg je, wil iemand mijn billen afvegen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is natuurlijk best wel lang. Ja. Vooral in het begin al, je weer een nieuwe kont. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Maar uiteindelijk weet je er wel aan. En volgens mij, hoe gewoner je erover doet, hoe normaler het is, toch? Ja. Zelfs de koningin moet poepen. Ja, dat is. Ja, iedereen moet poepen, toch? Ik ook. Ja. Ja. Kom. Tuurlijk. Hier? Dit nummer? Ja. Oh, dat is handig. Je kunt hem gewoon opentrappen. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Hey, dit is jouw hok, of niet? Ja. Hier wordt altijd genuur voor gedaan. Nu gaan we de bank en de... Ja, en de gaasje. Okay. Ja. Eén keer per dag doen we een nieuw gaasje en een nieuw bandje. Okay. En één keer per twee weken een nieuwe, hele nieuwe canoe. Hey, want wat ik me even afvraag, is waarom jij zo'n bed hebt met van die hekken? Zit ik een overlaag bed. Dus je gaat liggen en dan kan die ook omhoog gedaan worden? Ja. En daarom zitten er van die hoge hekken aan? Ja. Zodat je niet eruit valt? Nee, ja. Gaan we eens even je gaas er tussenuit halen, Robin. Het bandje waarmee de canule om Robins hals vastzit, wordt iedere dag vervangen. En omdat ze dus niet met haar handen bij haar gezicht kan, doet ze dit niet zelf. Oké, kom eens even naast me zitten. Oh jee, wat. Lekker. Op je lekkere bankje. Op mijn lekkere bankje, ja. Want vertel eens over je kamer. Wat vertelt het allemaal over jou? De keyboard. Ik speel piano. DJ-set. Oh, een DJ-setje doe je ook? Ja. Lachen? Hey, ik weet niet wat bij jou zit, maar ik heb hartstikke honger nu. Jij? Ik ook. Zullen we eten? Ja. Oké, kom. Ik hou van eten. Maar naar beneden, toch? Ja. Oeh, la la. Even een vork pakken. Daar staat je bak. Ik eet jouw bakje. Wacht. En jij eet dus chips met een vork? Ja. Vanwege die ellebogen ook weer? Ja. Want vertel eens over die ellebogen. Ik snap er nog niks van, want je hebt toch gewoon ellebogen? Nee. Nee? Ik heb geen ellebogen. En ik kan hem niet bewegen. Dus deze scharnier doet het niet bij jou? Nee. Zit het bot aan elkaar gegroeid? Ja. Ik ga het ook eens proberen. Chips met een vork. Ja, voor jou is het natuurlijk nu wel makkelijk. Ja. Maar eigenlijk wil ik wel eens zien hoe jij het doet met mijn gebogen armen. Ik heb Ingrid aan het... Hallo? Luister. Ja? Ja. Ik heb Ingrid aan het werk gezet om gips voor je te maken. Albert, ben je er klaar voor? Even je arm in te... Ja. Hoppakee. Bring it on. Hoppakee. Zo, nou, jij redt jezelf. Succes ermee. Ik zal wel moeten. Nou, we gaan eens even kijken hoe je dat doet, hoor. Ik ga je niet helpen.
Oké. Hoe doe je dit? Ja. Ah. Hoe doe jij dit? Doe eens even voor. Oh, je beweegt je schouder. Even kijken hoor. Vertel nou eens hoe jij dat doet. Drink je van je voren. Draai mijn hele arm. Kom. Oh, je gebruikt je pols dus extra en je schouder. Ja. Ja. Dus pols helemaal zo. Ja. Schouder helemaal zo. Ja. Nek helemaal naar voren. Ja. Ja, warmer. En oh. Nu heb je nog een manier. Zo. Beetje duwen. Ja. Oh ja. Sorry voor de puinhoop trouwens. Ja, ga jij het opruimen? Met mijn elleboogjes? Ja. Nee, dat kan ik echt niet. En daarna? Ik denk echt dat je me moet helpen. Hé, hey. Ja, ik wil echt dat je me even helpt, want ik kan echt helemaal niks, joh. Sorry. Oh, fijn dat je het wil opruimen. Super lief. Nee, ik wil het alleen even aan je geven. Dus ik moet het wel gewoon zelf doen? Ja. Nou, heel goed hoor, Albert. En wat ik dus knap aan jou vind, is dat jij best wel heel veel dingen niet kunt, maar dat je toch met allerlei maniertjes het toch voor elkaar krijgt. Ja. Vind ik echt knap. Zullen we een stijve elleboog high five doen? Ja. Eet smakelijk. Ja. Dit was Top Docs net even anders.